Goedemorgen mensen, na een lange tijd zijn we weer vanuit Curaçao dit keer. We verblijven in het Corendon Mangrove Resort. Oké, Juna is er ook weer, ja. Toch? Ben je net wakker? Ik ja, en waar is Nela? Waar is Nela? Waar is Nela? Waar is Nela? Waar is mijn andere prinses? Nee! Huh? Juna en Nela zijn erbij. Let niet op de rommel, want met kinderen en met Manon wordt het snel een zooitje. Ja, ik maak ook rommel, voordat Manon me gaat schreeuwen. Dit is de kamer. Juna heeft een eigen bedje erachter. Ik heb een toch? Grote bed in mijn en Nela heeft een grote bed daar, ja. En dit is ons uitzicht vanaf het balkon. Kijk, even laten zien hoor. Kijk. Heerlijk. Het is een all-inclusive. Vond ik ideaal voor de kinderen. Wat zeg je? We gaan straks daar zwemmen. Ja! Ja! Ja, lekker! We zijn hier nu al een week, iets langer dan een week. En we hebben nog een week. Ik dacht de eerste week lekker tranquilo, niet filmen. Want ik ben lang uit de relatie geweest, dus het is ook weer even wennen met camera. Maar we gaan vandaag weer filmen. En deze kind, dit kind, hey. Levensgevaarlijk doet ze. Ga maar naar binnen. Huh? Roekeloos. Geen angst, ziet geen gevaar. Dus extra goed opletten op Juna. Als mama klaar is, kunnen we naar het ontbijtzaal. Hey, echt een boef ben jij. Wil je zelf zien? Hey. Het is je oog. Het is je oog, hè? En we gaan ook aan het keertje. We gaan ook aan het keertje. We gaan wat gaan ook we? Aan het keertje. Elsa schoen krijgen. Ja, Elsa schoen krijg je in Nederland. Ja. Met lichtjes, hè? Ja. Oké, okay, kom, die gaan we eten. Ook. Ja, dat wil ik heel graag. Kom naar binnen. De kinderen zijn excited. Hè? Ze hebben nou een zin hier. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Oh jee, prinses is weer. Wat is er? Wat is er? Wat? Ik ben de limbootje vergeten. Oh, maar we komen naar boven. We komen naar boven. Optillen. Wat zeg je? Kan ik optillen? Nela, is niet erg. Is niet erg. Papa optillen. Papa jullie optillen. Papa optillen. Twee baby's, hè? Twee baby's van papa. Nee, Spain hoeft niet. Colombietje aan de goeste bolo preto. Ja. E bolo preto. Dominicana aan de goeste bolo preto. Ja. E bolo preto. 4x4, Rio de Escapa, solta 4x4, Rio de Escapa, solta 4. Juna, wat gaan we eten? Eten. Wat ga je eten? Wat ga je eten dan? Je oog. Oog? Mama en Nela gaan even drinken halen en eten, daarna gaan wij eten halen. Je oog. Mama weet precies wat we willen drinken. Lemonade. Nela is weer een beetje ondeugend vandaag. Hoort er ook bij, hè? Ja. Het is op een leeftijd dat ze een beetje brutaal begint te worden. Basisschooldingen. Wat ga je eten, Juna? Juna? Vandaan? Nee, die druif komt er nog door de helft. Hé? Hey, moet ik nog voor jou snijden, die druifjes? Wat ga je eten, Nela? Oh, lekker hoor. Vandaag zijn we op die gezonde tour. Havermout, wat fruit, eitje en croissantje als snack. Mama is ook lekker aan het eten, dus we gaan haar niet filmen. Want ze neemt net een heerlijke hap. Nela, broodje chocopasta. Lekker hè? En Juna? Yummy! En het is nu tijd om te gaan zwemmen. Of niet meiden? Huh? Hoedje moet je ook afdoen. Anders kan je niet zwemmen. Kijk, ik heb dit gekregen. Nippelbals. Moet je goed insmeren, hè? 2, 3. Goed zo. Ga je springen. Hey, waterratjes, komen jullie? Ga koekjes bakken. Hey, Nela, uitslover. Kom, Juna.
Hey, Ellie Schommelen. Papa en mama hebben zich vergist in de tijd. Koekjes bakken was al eerder. Dus nu gaan we even met ze spelen hier bij de speeltuin. En dan gaan we straks weer zwemmen, ja? Ja. Juna heeft de roekeloosheid en de energie van een jongetje. Maar dat is ook wel te zien in haar boevengezicht. Of niet, Juna? Hè? Niet. Echt wel. Moet jij ook duwen? Ja. Oké. Okay. Kijk, dit is wat ik bedoel. Nergens bang voor. Ze gaat zomaar roekeloos klimmen. Ik wil hoog. Uitgeteld hoor, uitgeteld. Jezus. Ben je moe of ga je ijsje eten? Ijsje, hè? Ja. Ja, mama is even gaan halen. Kijk mama daar. Huh? Fashionable hoor. Fashion. Rode loper. Focus alles hoor. Tunes. Big tune, big tune. Kijk, dit is onze bolide op vakantie. We gaan even richting het winkelcentrum. Supermarkt. Een paar dingetjes halen voor jou en voor je zus. Ja toch? Zoals knijpfruitjes, flesjes water. Ja? En Nela wilde nog. Wat ba? Je hebt net gepoept, daarom. Ja, eten. Ja, en we moeten nog eten inderdaad. Kijk, mama is er ook bij. Huh? Mama is moe. Moe hè? Lange dag. Ga jij in je mooie stoel zitten? In een mooie stoel gaan zitten. Jij bent ook moe. Het is eigenlijk bedtijd. Huh? Je bruine beentjes. Oei, kijk hoe bruin. Laat zien hoe bruin je bent, Juna. Juna, laat zien hoe bruin je bent. Huh? Ben je net zo bruin als papa? Straks mag je lopen. Wachten. Kwart tussendoor. Nee, ze kan het. Naar rechts, naar rechts. Sturen. Waar moet ik? Daarheen. Het zou uitgekeken zijn. Ja. Zo moe. We zijn nu bij Sambil. Overdekte mal. En Nele heeft een lolly gekregen. Nadat ze haar ritje had. He? Op je unicorn. Op wat reed jij? Op de hondje. Op de hondje. Zeg. Juna ook met de lolly. Mama houdt ook van die lolly. Zeg. Gaan ze moeten even wat eten hier denk ik. En daarna boodschappen halen. We zijn even bij de supermarkt. En de dames weten precies wat ze nodig hebben. Het is allebei hetzelfde. Alleen maar koekjes, koekjes, koekjes. Goed je thuis, hè, Nela? Ik zei, je voelt je thuis. Ja, hè? Het winkelcentrum is 5 minuten vanuit ons resort. En alsnog heeft Nela het voor elkaar gekregen om in slaap te vallen. Het is natuurlijk ook al bedtijd, dus ik kan het begrijpen. Maar papa en mama moeten nog avond eten. Hè? Juna is klaar, wakker. Waar is Juna? Juntje. Juntje kapoentje. Waar ben je? Och. Och. Die benen ook zo. Lig je lekker? Nee. En Juna, of Nela is KO. We gaan even kijken of we haar op een bank kunnen neerleggen. In het restaurant. En dan kunnen papa en mama nog even eten. Want papa heeft trek. Hé. Hey, jij moet slapen? Nee. Wat nee? Zolang bedtijd. Zo, 9 uur. Zoals papa en mama zijn moe. Ja, jij moet slapen. Nee. Hier, Nela is KO. Hè? Ja. Papa en mama zijn ook moe, dus jij moet slapen. Doei. 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 Zeg aan. Morning. Zeg maar, good morning. Doe mijn hoofd uit. Zeg maar, hoofd uit. Zeg maar, good morning. Wat een boef jij. En we waren deze boodschappen vergeten in de auto. Het is echt snel opgehaald. Je kan hier natuurlijk wel alles gewoon krijgen beneden, drinken, eten, noem maar op. Maar het is ook fijn om bepaalde snacks in huis te hebben. In dit geval op de kamer. Dus we hebben genoeg lekkere dingen gehaald. Drinken, snacks,
Of 's avonds. Ik ga de vlog bij deze ook afsluiten. We gaan nog even genieten de rest van de dag. En dan gaan we morgen weer verder vloggen. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video weer. Ciao, ciao. Can I dream again, me one more? Or can I breathe again? Sinds de dag niet dat ik geleden heb. Dat ik ook al verleden heb.